Lieve mensen, een bijzonder goeiemorgen. Ik ga u vandaag een onthulling doen, dus gaat u alvast op uw stoel zitten. De mensen van Coroni, ga op je stoel zitten, zoek een stoel in de buurt en ga erop zitten. Dan ga ik je een onthulling doen. Je gaat steil achterover vallen. Wees dan toch ons dankbaar. Oké. Coroni beschikt over een grote oliebron. Coroni beschikt over een grote oliebron. En dat wordt angstvallig in het diepste geheim gehouden van staatsolie. Staatsolie houdt het geheim. Waarom? Omdat staatsolie helemaal kaal geplukt is door deze regering en men geen geld heeft om in de bron te investeren, omdat men wacht op offshore oil, dus olie op zee geboord, waarbij die olie gelijk in boten worden gepompt en weg worden gebracht. We hebben geen controle erop. Maar in Coroni onshore is er een grote bron ontdekt, maar staatsolie wil er geen rode cent in investeren, omdat de regering heeft gezegd, oh no, make this what Coroni kon goedoe. Maar zo'n goedoe wat naar staatsolie, begrijp je niet? En dan moeten we kijken op wiens land, op wiens naam het land staat waar die olie is gevonden. Want staatsolie heeft geen rode cent, dus daarom willen ze het niet ontwikkelen. Ze wachten op oil and gas offshore. Die olie komt ook niet aan land. Er wordt een raffinaderij, gaat men in de oceaan bouwen en dan wordt die olie rechtstreeks weggevoerd en alleen een kleine bovenlaag van Suriname gaat het geld verdienen, maar bovendien al die bronnen zijn verpand voor 30 jaar, dus jullie gaan er niks van zien. Dat is de onthulling. En de maatak die nou met koron kon goed doen. Maar zo'n goed doen ook goed doen. Aan een oorbore olie. Dus is net als wat in Saramaka gebeurde. Men had niet de juiste pompen in het begin. En Jarab heeft die pomp ontdekt om die olie naar boven te pompen. Anders was daar ook niks gebeurd. Het toeval wil dat waar ze de olie hebben gevonden, het land was van mij nu overleden schoonvader. Dus, jullie laten jullie grootscheeps belazeren door Santokki en Nagesar. Stel vragen erover, laat ze komen met die stukken. Maar alles van staatsolie is geheim. Hun salaris, hun operation, wat ze doen. En zogenaamd komen ze met persconferenties om te vertellen. En die directeuren van andere maatschappijen, Total en zo, die komen ons vertellen wat er is. Maar onze regering zelf weet er niks. We hebben niet eens een boot om er naartoe te gaan. Een patrouilleboot. Want die van ons kunnen maar 58 kilometer uit de kust, die kleine rotkustvaartbootjes. Ze hebben deze waterpistool. We controleren niks, we worden genaaid. Laat ik jullie vertellen. En dit was het bericht waar hij van je stoel gaat vallen. Dus amoni de, agudu de, maar de man nepoere, omdat de man een vervoer maakt. Het zijn dieven. Begrijp je, zelf voor school kunnen ze niet repareren. Jouw kool liep meer. En Santokki zou toch 2 dagen blijven in Coroni. Is hij gebleven? Nee hoor, alonga foto. Want je hebt geen hotel, je hebt nergens waar je kan slapen. Dus die hele drogredenen dat hij met de mensen, politieke mensen en stakingen te maken heeft. Daarom is hij in Coroni gegaan. Hij zou nooit in Coroni blijven slapen. Noem het hotel waar hij zou slapen. Logeer gebouw. Jouw koolibalo dat jaar. Dus jullie weten nou hoe de vork in de steel zit. Stel vragen aan Jarab. Hij moet het weten. Aan Nagesar. Hij moet het weten. Aan Santokki. Hij moet het weten dat we in Coroni een grote oliebron hebben die we niet benutten. En er is nog een ander district waar olie is gevonden. Maar ze hebben ze ook gezegd, er zit te veel water bij het oppompen. Wel luister, dan moet ik je even vertellen. Laat die mensen niet voor de gek houden. Want als je olie oppompt, heb je altijd water. Heb je altijd water. We worden belazerd.
Dorostel Banditeros. Heel veel succes voor de dag.